De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid is op zoek naar beren. Beren? Ja, beren. Dit zijn goedbeers. De zogenaamde beren die we bij een hulpverlening aan kinderen geven. Gewoon als klein presentje. Dit is attent, het leidt de kinderen af. We kunnen het gebruiken om op te demonstreren wat voor handelingen we gaan doen. Het plakken van een pleister of het leggen van een spalk. Maar vooral is het om de spanning en de stress van het moment eigenlijk even weg te nemen. En dat doet het nou, buitengewoon goed. Dat werkt goed? Dat werkt echt heel goed, ja. Het geeft echt rust en het wordt echt gewaardeerd. En dat, ja, dat zijn kleine eenvoudige dingen eigenlijk. Die doen heel veel. Ja, wij geven deze beren weg. Wij kopen ze niet. We hebben ze eigenlijk van oudsher altijd laten sponsoren. Het is natuurlijk geen echt zorgmiddel. Je kan iemand niet beter maken met een beer. En we proberen om de budgetten die we hebben te gebruiken voor de, nou, de materialen die we hebben, de vooruitgang, de dingen die we nodig hebben, echt die met zorg te maken hebben. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk, niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor alle ambulancediensten. En die proberen allemaal een manier te vinden om die beren te verwerven. Maar kunnen de beren dan niet gewoon door de ziektekostenverzekering vergoed worden? Dit is niet iets wat je met premiegelden van de zorgverzekeraars wil kopen eigenlijk. Dat is geen apart potje voor beren of alleen voor injectienaalden of voor verbandjes. Maar dit hoort daar niet bij. De middelen die we krijgen, die wordt echt allemaal gebruikt voor het personeel wat we hebben, de opleidingen, de materialen die we hebben, de ontwikkeling, et cetera. We hebben er nog een handje vol, maar ja, we geven er in 3 weken tijd ongeveer 25 uit, hebben we even uitgerekend. Dus ja, ze zijn op en we hebben gewoon meer beren nodig. Dus jullie zoeken sponsors? Wij zoeken sponsors. Dat is in 2015 ook gebeurd, dat was toen een groot succes. Daar hebben we tot de dag van vandaag dus plezier van gehad. En we denken, ja, dat gaan we nog een keer doen. En die sponsors willen we graag in het zonnetje zetten, want ze doen echt iets goeds. Ik wil dat wel, één zo'n beer sponsoren, €4,30 kost die ongeveer. Nou, doe mij maar 2 beren. Ja, dat snap ik. Die mailtjes krijgen ook, dat maakt het wel lastig. Want als je als particulier die beren koopt, zijn ze veel duurder. Er zit ook een heel goed doel achter. Het is een wereldwijde organisatie. Dus het is eigenlijk alleen maar praktisch voor ons, ook administratief, als je per hele doos een sponsort. En er zitten 24 beren in een doos. En dat maakt het natuurlijk wel wat kostbaarder. Vandaar dat we ook primair het bedrijfsleven hebben geadresseerd. Maar we waarderen de inzet van de particulieren en de reacties. Want die zijn hartverwarmend, die waarderen we ook heel erg. Dus die krijgen ook antwoorden en die geven de mogelijkheid om mee te doen. Maar een losse beer, dat is heel lastig. Dat is bijna niet logistiek aan te pakken voor ons. En wordt er een beetje gereageerd op jullie oproep? We hebben een kleine 100 mailtjes van reacties hebben we binnen. Ik weet niet of het allemaal gaat om donaties, maar de toon die je hoort op Facebook en op Twitter in de reacties, die is heel positief. Dus ja, het maakt aardig wat los.